Ik voel me enorm gehit, alsjeblieft. Je eerste album van Losers of Demons. Het is een hele volkse plaat. Gewoon een plaat die weer heel goed bij me past, denk ik. Omdat wij vorig jaar met het album Kom Weer Bij Mij helemaal terug zijn gegaan naar het levenslied. We hebben op deze plaat nog sterker gemaakt eigenlijk. Het is een iets vlottere plaat. Er staan heel veel gezellige liedjes op. Wat het leuke is van dit album is dat er staan twee duetten op. Dus mij en de Basilio Boys. Er zijn de vier Zigeunische jongens op de gitaar, bekend van Holland's Got Talent. Dat is heel bijzonder voor mij. Wat ook heel leuk is, is er staan voor de eerste keer in 9 jaar twee eigen liedjes op. Twee hele persoonlijke liedjes. Eentje voor Danielle en eentje voor de oma van Danielle. Dus dan maken alles bij elkaar dat dit album nog persoonlijker is en nog dichter bij mezelf staat. Schreef je al eerder nummers of kwam je er eigenlijk nu pas achter dat je het kan? Nou, ik vind altijd alles leuk om te doen, maar na 10 minuten ben ik het weer beu. Dus dan begin ik ergens aan en dan maak ik het nooit af. En deze keer had ik zoiets van, ja, ik weet niet, ik denk dat het wel goed is voor mezelf ook. En ik denk dat het ook leuk is naar mijn fans toe om wat persoonlijke dingen op het album te zetten. En dat is nu gebeurd en ik vond het heel leuk om te doen. En ik moet zeggen, als je even doorzet en de teksten zijn maar af, dan is het ook net of dat je een schilderijtje heel mooi hebt gemaakt. Dus het is wel iets wat ik in de toekomst vaker wil doen. Kijk, ik ben 9 jaar geleden begonnen als echte volkszanger met de echte levenslied Alicia, de straat is een woning. Sinds vorig jaar ben ik eigenlijk weer helemaal terug bij die muziek. En op dit album is dat nog sterker als op de vorige. En dat voelt goed, want dat zijn de dingen die ik moet doen. Dat zijn de dingen wat ik het beste kan, denk ik zelf. Wat mijn fans het liefste van me horen. Dus dan zit ik goed in mijn vel, want ik heb weer leren houden van mijn eigen liedjes. En dat is voor mij zo belangrijk. Dus ik vind eigenlijk alles wat ermee te maken heeft en alles wat ik ermee kan doen, dat vind ik leuk. Er zitten een paar liedjes van het nieuwe album al in de show, in het theater. Nog niet allemaal, maar in de loop der tijd, in de toekomst, dan wil ik wel steeds meer wat liedjes erbij kunnen halen. Ik vind het wel leuk als je in het theater staat, kan je wel wat laten horen, zeg maar, aan je fans. Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat in het theater de herkenbaarheid blijft. En dat mijn fans in ieder geval mee kunnen zingen. Maar deze liedjes zijn... ze liggen heel dicht bij mezelf en ze zijn niet... Eigenlijk als je ze voor de tweede keer hoort, dan zing je ze al mee en dat is ook goed. Ja,